Wie in deze warmte graag verkoeling zoekt in het water, kan beter eerst even zwemwater.nl checken. Daar kun je zien of bijvoorbeeld blauwalg aanwezig is, zoals hier bij de put aan de omloop in Uppel. Eerder deze week was er veel commotie over de waterkwaliteit bij de Kurenpolder in Hank. Inmiddels is daar het gevaar geweken. Sinds de laatste metingen van afgelopen maandag is geconstateerd dat er totaal geen blauwalg meer is. De metingen van de week daarvoor gaven een minimale overschrijding. Dus ja, toen was er volgens het blauwalgprotocol inderdaad een minimale overschrijding, waarbij dan blauwalg de boorden worden geplaatst en op zwemwater wordt geconstateerd dat het ook zo is. Om verwarring in de toekomst te voorkomen gaat de zwemplas zelf bezoekers beter informeren. Op het blauwalgprotocol hebben wij een opwaardering gedaan voor onszelf. Om dat negatieve nieuws niet meer naar buiten te krijgen, is dat wij het direct gaan melden bij de kassas, op borden. En dat we het op onze site gaan vermelden. Dus dat mensen niet meer specifiek naar zwemwater hoeven of hier hoeven te komen en dan pas de borden zien staan. Dus ze kunnen het van tevoren nou op onze eigen site en bij de kassas direct zien en kunnen dan beslissen of dat ze wel of niet komen.